Nee! Oh my god, ik stop dan met schieten. Hij klapt mij zo neer met die gravity spike. Yo, wat dan mensen? Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Games for You. En in deze video gaan we een keer Black Ops 3 natuurlijk weer spelen. De old school Black Ops 3. Op zich is die niet heel erg oud. Maar toch, het is een hele leuke game natuurlijk om te spelen. En ik dacht van, ik ga hem gewoon weer een keer erbij halen, jongens. Jullie vonden het zo vet. De gun game video van Black Ops 3 werd super goed ontvangen door jullie. Dus ik dacht van, en jullie willen meer Black Ops 3 zien, dan krijgen jullie meer Black Ops 3, jongens. Dus ja, dan gaan we gewoon lekker Black Ops 3 doen. Ik speel natuurlijk kill confirmed op de map Coma. We gaan gewoon een kill confirmed board spelen met de CUDA. En ik ben niet heel erg goed met Black Ops 3, puur omdat het move system, het is iets anders. Het beweging, dat is gewoon, het werkt anders of zo, het voelt anders. Maar we gaan ons nog rollen. Ik ga daar weg, oh shit. Nee, wegblijven. Oh, het ging bijna fout. En ja, kill confirmed is natuurlijk dat je gewoon die dokter keys moet gaan pakken. Dus daar gaan we ook voor strijden. En jij bent niet zo goed, man. Ik ga dood. Wacht, iets naar achter. Oh, zag je die jump? Oh, die was fucking mooi. Wacht, is hij achter me? Nee. Er zit nog steeds. Kut, ik moet niet doodgaan, man. Ik wil niet doodgaan. Ik heb de UV, de Wraith en de Hater aanstaan. Dus dat zijn gewoon chille, aardige, mooie streakjes om aan te zetten. En die kill confirms helpen natuurlijk lekker bij om die streak sneller te krijgen. En ja, oh shit, nee. En wat ik op mijn CUDA heb staan is Quick Draw, Extended Max, Rapid Fire. En ik heb een C4'tje aan, Afterburner, Scavenger en Tactical Mask aan staan. En dat is dus mijn class voor dit potje. Dus ja, op zich wel een redelijk chille class. We gaan gewoon, we gaan het hier gewoon weer doen, jongens. Ik pleur die C4 hier, daar ergens neer. Boom, oh kut, ik dacht dat hij er echt naast was. Wat natuurlijk in Black Ops 3 zit. Oh shit, waar is die vent? Waar is die? Huh? Ik was hem kwijt, gast, die vent. Waar heeft dat nieuwe wapen? Ik heb zoveel gemist in deze game. Ik pleur mijn CD4 even daar neer. Dan als iemand er daar doorheen rent, is die dood. Dan zie ik dat in mijn beeld komen. Ah, oh, jong. Oh shit. Oh shit. Teammate. Oh, lekker. Oh, teammate is wel chill. Oké, okay. Oh kut. Maar Combine is natuurlijk mijn lievelingsmap op Black Ops 3. Dus ja, daar hebben we het ook wel. Ja, daar hebben we ook wel geluk mee dat we deze map hebben. Oh, het is C4, kijk, dat bedoel ik. Dat is gewoon handig om een C4 gewoon een keer ergens neer te leggen. Gewoon random in de map. Dat doe ik heel vaak. En ja, ik vind het echt. Op zich, het is nog steeds wel een leuk spel. Ik speel hem alleen niet meer echt zo vaak, puur omdat Infinite Warfare er is. En ik vind die persoonlijk, ja, ik hou altijd weer van wat nieuws, weet je wel. Ik kan nooit echt een game super lang spelen. Holy shit, we gaan lekker, jongens. Oh my god, spawn switch trouwens. Ik pleur daar mijn C4 weer neer. Oké, okay, teammates. Oh, ik heb hem. Hot. Ik heb een Wraith al, jongen. Ik pleur me gewoon gelijk in de map. Ik kijk nooit waar ik hem neerzet, though. Ik weet niet waarom ik dat doe, maar dat is gewoon een automatisme, jongen. Het is gewoon een automatisme. Ik moet nog 1 kill. 1 doctech voor de hater. En ik wil eigenlijk die best wel halen, want dat zou super chill zijn. Oké, we hebben de hater. Nou, gelijk inroep die shit, komt hij nog heen. Oh, kut. Ik ben weak, ik ben weak. Hij zit er nog steeds. Teammate, kijk uit. Oké, okay, ik ga via hier. Daar komt hier iemand aan. Doei. ik spring. Oh, shit. Nee! Oh my god, ik stop dan met schieten. Hij klapt mij zo neer met die gravity spice, jongen. Die dingen zijn nog steeds echt super awesome om te gebruiken, vind ik. Maar ja, dat was op zich gewoon een mooie kill van hem natuurlijk. Gewoon een mooie verdiende kill, jongen. Oh. Teammate. Oh my god. Ik ben geturnd. Door een RK5. Dat ding is fucking chill voor korte afstanden, dood. Dus daar moet je wel voor oppassen. Oké, okay, wacht. Ik pleur mijn C4 op dit gedeelte. Of zou ik hem oppakken en dan naar binnen gooien? Let op. Huh. Boom. Die grapjes zijn zo niet slim, hè. Oh my god. Dat was gewoon een mooie double kill natuurlijk. Oh, spannen hier gewoon, joh. Oh, kut. Dat was een plant. Ik schoot op een plant. Lekker weer. Oh, hij eigen plus de C4 daar ook niet, joh. Hij pakt mijn tactiek, jongen. Dat vind ik niet leuk. Hier, get wrecked. Oh. Die CUDA speelt nog steeds zo chill, hè. Dat ding is zo lekker. En ja, ik ben stok verkouden trouwens, jongens. Dus als jullie het horen, sorry daarvoor. Mijn stem is echt verpoerd gewoon daardoor. Oh, iedereen is geracequit. Bruh. Lekker bezig. Team is de mij kill. Pak jij. Oké, okay, jij pakt hem niet. Kijk, armor. En hem naar binnen. En dan hebben we hem alsnog. Dank u wel voor de doctech. UV'tje. Teammate gaan ook op. Die heeft ook een hete gehaald. Dat is wel chill. Die hete is zo overpowered eigenlijk, hè. Oh, lekker teammate. Wel. Oh, kut. Er zat er. Ik dacht dat die boven zat. Dat weet je nooit. Of die onder of beneden zit. Dat is wel moeilijk te zien, hè. Maar ach ja. Geen probleem, jongen. We gaan lekker 27 om 6. Dus dat is gewoon lekker score nu. En we zitten pas op de helft. En moet je nagaan. Oh, kut. Ik ga dood. Ik zie hem niet. Oh, ik zie. Oh, ik had hem nog. Ik had hem niet eens door. Nou, oké. Okay, er zijn alweer nieuwe mensen gejoined. Dat is wel super chill.
Ze, ja, die zijn hier natuurlijk ingespannen. Oh, ik had de kill al. Oh, kut. Zie druk. Oh, hier zitten er twee, joh. Trouwens, iemand in de comments zei dat ik op een lagere sensitivity moet spelen. En ik heb het geprobeerd. Ik heb serieus naar de comment echt goed gekeken. Maar ik kan echt niet lager spelen dan 7. Ik weet niet wat het is, maar ik heb het zelf gewoon aangeleerd of zo. Dat ik hoger moet spelen dan 7. Want ik kan het anders echt niet. Ik vind het gewoon te slow rondkijken of zo. Ik weet niet. Zoiets zal het wel zijn. Dus ja, we gaan gewoon lekker op 7 spelen. Ik heb wel al 3 tikjes laag gezet. Want eerst speelde ik altijd op 10. Oh, als ik die vent nog had, jongen. We hadden bijna onze Wraith weer. Hebben we wel weer een UV'tje, jongen. Dat is wel chill. Zou ik die ook? C4. Kom op, doe het. Beam! Fucking mooi, jongen. Die kill was echt pro. Ik had geen wapen in mijn hand. Dus ik pleurde die C4 gewoon neer. Oh shit, oh shit. Oh, kinderen. Nee, ze komen net met z'n drieën, man. Dat is echt moeilijk. Maar onze score is 37 om 8, hè. En moet je nagaan, ik speel dit spel niet eens meer echt veel. Het is eigenlijk echt de eerste keer weer na een lange tijd dat ik deze game weer aanraak. Kut, man. Ze beginnen nu met KN allemaal te spelen. Dat is natuurlijk een assault rifle, dus daar moet ik voor oppassen. Hots. Oké, even zien. Oh, hier. Dit rekt. Gaat er nog iemand komen? Oh, daarachter zit iemand. Oh, nice, teammate. Oké, dan gaan we hier. Ik ga via de warren, man. Let's go. Please, niet hier iemand. Oké, wel. Oh, kut. Zag je dat? Ik zoomde niet in, waardoor ik alles misschoot, jongen. Oh, dat is zo kut, jongen. Ik had daarin moeten zoomen. Daar hadden we hem gekregen. Oh, shit. Daar was ik echt bijna dood. Oh, ik heb armor. Zit het daarboven? Misschien daar iemand? Die zitten allemaal hierboven, man. Neer. Nee! Fuck, man. Zie je, dat bedoel ik. Ze zitten altijd met meerdere mensen op één plek, man. Dat is echt moeilijk om te killen dan. Pleur een C4 hier neer. Voor als het hier druk gaat worden, blazen we dat ding op. Oh, kut. Shit, man. Ze hebben nu counters. Kijk, ze gaan nu allemaal... Hun halen nu de streaks. Kijk, die 34-23, die is van begin af aan ingebleven. Maar die nieuwe mensen, die zijn gejoined, die konden een streakje opbouwen. Dus dat is kut. Hypersniper. Oh, kut. Oh, ik had hem echt net daar. Oh, die spant erin. Kijk, die Q daar is slap of zo. Ik stop te snel met schieten, man. Dat is echt kut. Kijk, hier had ik hem wel weer mooi. Wow. Zo, die pakt even een trippeltje op daar. Fucking mooie kill. Oké, 19 even reloaden. Kut, ik heb niet zoveel kogels meer in mijn magazijn zitten. In mijn wapen. Hots, neer. Ik heb bijna weer een UV'tje. Laat je hoofd zien. Nee, hij blijft daarachter. Oké, ik ga... Oh shit, iemand in mijn rug. Ja, ik stond daar al veel te lang. Ik begon daar veel te hard te campen. Dus dat was mijn... Oh kut, dat was mijn schuld. Ach ja, we gaan gewoon er weer op af. Oké, even zien. Oké, team, jij schiet daar. Ik ga doorlopen, oké? Is er niemand hier? Oh, jawel. What the fuck? Waar kwam hij vandaan? Oh, hij kwam hier vandaan. Kijk, hij ging net sliden waardoor toen ik over hem heen keek, man. Daar had hij wel geluk mee dat ik net hem niet zag. Daar had hij echt geluk mee. Ach ja, mooie kill van hem. Even zien. Oh. Oh, die is dood. Oh, hij fiets, jongen, met die sniper. Wacht, geef mij die KN is. Oh, ik wil die KN. Oké, we gaan hier even mee knallen. Proberen mee te knallen. Ik had daar ook mijn C4 kunnen af laten gaan. Maar ja, ik dacht van, weet je, ik wil die kill met die KN. En ik zat vast. Ik zou even met de VP gaan. Want, hoe heet dat, die fan met die VP gaat ook super ziek. Die Dutch Snipe King. Dus ik denk van, hé, VP, super oldschool, chill wapentje. Laten we daar eens een keer mee gaan schieten, man. Oh, ik dacht dat er iemand over me heen vloog. Doei. Hots. Oh, kut. Ja, hier bedoel ik hem. Die vent heeft weer een triple kill, hè. Of een double kill met die dingen. Holy shit, ik ben echt verkouden, man. Sorry. Het is echt niet gezond. Oh, kut. Oh, kut. Die loopt door. Oh, hier is er een. Oh. Bruh. Kijk, dat is het movement... zo, spraakgeblek. Move system. Dat is een beetje... Ik vind dat... Ik moet daar echt aan wennen, weet je. Het gaat wat slomer of zo. Ik weet niet echt. En de mensen die natuurlijk nog steeds gewoon Black Ops 3 hebben gedaan. En geen Infinite Warfare. Die snappen niet echt wat ik bedoel. Van, wat lul jij nou maar om het spel toch lekker soepel. Dat dacht ik dus ook. In het begin van dit spel had ik hier ook echt geen last van. Maar sinds dat ik in Infinite Warfare gespeeld heb. Is het echt. Voelt het echt anders, jongen. Dat is echt raar. Oh shit, Purify. Kut. Oké, ja. Oh kut. Het is nog spannend ook, jongen. Het is de race voor de Doctex, jongens. We moeten dit niet gaan verliezen. Wat we waarschijnlijk wel gaan doen. Ik ga hierheen. Teammates. Let ons op, man. Oké. Kut, ze hebben een race. Ze hebben een race. We staan er gelijk. We moeten er allebei nog 9. Wij nog 8. Ons team. Nog 7. Jongens, tering 6. Oké, kom op.
Oh, hij, hoe kan hij? Hij is zo goed met dat ding, hè. Wacht. Kut. Nee, nee. Oh. Ik dreef mijn connecting arm en ik ben nu al dood. Kut, man. Nog één. Het kan zelfs gelijk worden, hè, teams. Oh my god. Het, nee, we hebben net verloren. Oh, you real man. Oh my god. Ja, ik heb 21 confirms. Gewoon goeie. 52 om 22 natuurlijk niet echt de beste score. Maar ja, ik moet dat move systeem gewoon nog een beetje... Ja, ik ben er niet echt mee gewend. Maar het was super tof om een keer weer Black Ops 3 te doen. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet dan niet zeker een duimpje omhoog. Wil je nou Black Ops 3 meer zien? Zet het dan even in de reacties. En ik wil jullie super awesome. Echt hard bedanken voor 5000 subs. Super ziek jongens. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Nou.